Ja mensen, het is weer weekend, keur in de middag, elke weekend hier bij Radio 10 Gold, van 12 tot 4. En deze zaterdag hebben wij Hero Brinkman en zondag Marianne Thieme van de Partij van de Dieren. Dus als u voor dieren bent, dan ga je naar Marianne Thieme luisteren. Maar ik heb het liefst natuurlijk dat je naar allebei luistert. Leuke muziek, leuke items en dus de politiek. Dit is het laatste weekend van de politiek, want we gaan natuurlijk de 12e gaan we stemmen. Als u nog niet helemaal weet wat je gaat stemmen, kijk dan naar Keur in de Middag op YouTube, maar ook op onze site www.radio10gold.nl. De grootste hits aller tijden, Radio 10 Gold. Zaterdagmiddag, dit is Keur in de Middag. Tijd voor de weekendgast. Hero Brinkman werkte voor zijn politieke carrière als politieagent in Amsterdam. Je bent getrouwd? Nee. Ben je verliefd? Heb je verkering? Dat wel, en ik woon samen. Hoe, met? Met mijn vriendin. Zo, hoe heet ze? Katelijne. Je moest een keus maken. Ja, maar dat is ook het enige. De voornaam, dat is ook het enige wat ik zeg. Ja. Zijn wij lokaal erg sterk? Wij hebben niet een partij die bijvoorbeeld veel stemmen zou halen in Drenthe of in Groningen. Misschien ook wel niet zoveel in. Je stoort een beetje. Ja, maar jij ook, want je bent zo lang aan het woord. Ik wil je even onderbreken. Oh, dat is de truc. Dat is de truc. Niet alleen maar lopen trappen. Dat is zo. En een grapje moet je kunnen maken. Absoluut. Nou, we hebben net over je partijprogramma gehad. Heb je nog een grapje? Ja, dat was wel een heel grote joke, ja. Ik denk dat ik de beste ben van, ja, van alle mensen. Daarom sta je op 1. Ja. En Carlo Strijk op 2. Ja. Want die mailde nog of je ook mocht komen. Ik zeg nee, we gaan voor nummer 1 natuurlijk. Aardige jongen, maar wij gaan voor de hotshot. Wat heb jij met Carlo? Nou, niks. Dat wil ik ook graag zo. Of wil je wat hebben met Carlo? Nee, totaal niet. Nee. Je zegt het maar hoor, ik kan alles regelen. Nee. Maar ik vond het leuk dat je er was. Ik ook, ik vond het ook leuk. Ja? Je hebt genoten. Kijk eens wat ik voor je hebben. Kijk, een fles drank. Een glaasje drank, nou daar weet je wel raad mee. Ja, ik denk, zeg het maar even keihard. Ja, zij moeten we nu de dokter al afhalen, want ik heb jullie zien rijden in de auto. Ja, maar ik heb een chauffeur bij me. Oh, serieus? Ja, serieus. Dus lekker op de achterbank, ja, beentjes omhoog heel en de fles aan je mond. Nee, even serieus. Ik vond het leuk dat je er was. Absoluut. En ik heel veel succes 12 september, want dan gaat het allemaal gebeuren. En ik leg mijn oren en oog te luisteren. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik ook. En nogmaals, dank voor je komst. Graag gedaan. De grootste